31 jaar geleden kwam het nieuwsbericht naar buiten: een kernexplosie in Tsjernobyl. Ja. Veel, dat is 31 jaar geleden toen wisten we nog niet zoveel als dat we nu allemaal weten. Um, Spookstad veranderde het in Chernobyl. We hebben wel eens wat foto's gezien. Er zijn wel eens uh, reputatie van naar buiten toe gekomen, alsof de mensen gewoon per seconde daar weg moesten. En tegenwoordig kan je daarheen uh, daar als we uh, als fotograaf, natuurlijk. Ja, zijn als toerist. Ja. als toerist. Ja, het klinkt raar. Je ja. gaat er, als toerist gaan, ramp daar heen. bijna misschien wel. Ja, ja. Dat, is, dat is nou helemaal zo. Dick Heijboer, ja. Jij bent uh, fanatiek fotograaf ook, ja. ja? En, um, Wanneer krijg je het idee van: Goh, laat ik eens naar Tsjernobyl gaan? Nou, dat is eigenlijk anderhalf jaar geleden begonnen. Toen ik wat foto's zag op, uh, op Facebook. En uh, toen heb ik wat mensen bij elkaar uh, gezocht uh, die mee wilden. En uiteindelijk uh, kon ik, heb ik twee mensen gevonden. En toen uh, zijn we daarheen gevlogen. Was vorige dat moeilijk, week, anderhalve die... week geleden. Ja. Was het moeilijk om die mensen uh, enthousiast ja, te maken? Ja, dat, dat duurde nog wel even voordat ik die bij elkaar had. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. En was ja. dat op een financiële plaatje? Of dat ze zeiden van, oh no way ga ik daarheen? Nou, allebei. Financiële plaatje. En ook uh, ja, dat mensen het toch gevaarlijk vonden. Hè. En het is natuurlijk een plek ja, waar mensen toch niet uh, graag heen gaan. Omdat het, uh, ja, het ziet eruit als een rampgebied. Ja. Nog is, steeds, het, 31 ja, jaar later. Ja. Maar je komt daar aan, hè? want je hebt natuurlijk ja. wat foto's gezien. Nou. Dat is ook de ja. reden dat je daar naartoe wilde gaan. Is dat dan heel anders of indrukwekkender dan wanneer je het om een foto ziet? Uh, ik vind zelf van wel. Het is gewoon de, de sfeer zeg maar, die, je, die je daar meemaakt. Um... Maar het is toch een rotsfeer? Uh. Ja, maar ook weer, ook weer niet. Er is ook uh, natuur die er gewoon toch weer doorheen groeit. En nou, het, is, het is niet iets uh, waarbij ik me heel on, oncomfortabel voelde of zo. Nee. Nee, heb je, je ooit niet. zorgen gemaakt over de straling? Ik bedoel, wat, wat, wat nou, veel mensen zeggen, hè? Dat, dat ja. is toch nog steeds daar? Nou, de straling is er wel, maar je krijgt een, uh, een Geiger teller uh, mee, zeg maar. En uh, wat mij opviel was dat die straling heel erg uh, meevalt. Mm. Dat is echt maar een keer of vier, vijf de normale achtergrondstraling van die we hier ook in Nederland hebben. En natuurlijk heb je wel bepaalde uh, punten, uh, kleine verontreinigingspunten, die dan wel heel erg uh, stralen. Wat zijn dat, dat voor punten dan? Nou, bijvoorbeeld uh, stukken die echt op de, de grond liggen ergens. Of uh, verontreinigde objecten, zoals handschoenen bijvoorbeeld. En daar staat dan ook echt een bordje bij waar je niet bij mag komen. Of afstand van moet, uh, moet houden. Mm. Ja. Je bent ook vrij dicht bij die reactor geweest die destijds is ontploft, hè? Ja, klopt. Wat, 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 wat gaat er dan door je heen? Want je ziet dat ding daar staan, ja, inmiddels ja, helemaal je... ontmanteld hè, door een betonnen... Ja. Nou, helemaal ommanteld om, om, uh, door uh, de eerste en de tweede sarcofaag. de eerste sarcofaag is er in uh, ja, zeg maar de tweede helft jaren tachtig overheen gezet. Maar die is inmiddels al een aardig eind doorgerot. En er is nu een tweede overheen gezet. En die is daar eind vorig jaar november overheen uh, geschoven. Mm -hmm. En dat uh, vermindert weer de, de straling uh, wat. En ja, er zijn nog steeds mensen aan het werk. 31 jaar uh, nadien. Want wat ik ook niet wist, was dat die, uh, die centraal die ontploft is... dat was reactor nummer vier. Mm -hmm. En er waren nog drie andere. Die zijn nog steeds daarna in, ge uh, in bedrijf gebleven. En de laatste is uh, in 2000 uitgeschakeld, pas. Dus veertien jaar daarna... Uh, moest er nog steeds stroom opgewekt worden ja, en ja, is, ja. Dat, uh, is dat gewoon door blijven draaien. Toen, natuurlijk, die sarcofaags eroverheen. En uh, ja al die tijd zijn er mensen aan, uh, aan blijven werken. Ja. Wat, wat, en wat, moeten daar dus mensen blijven werken. Wat is jou het meest opgevallen of wat is je het meest bijgebleven? Wat heeft het meest de indruk gemaakt tijdens die reis? Uh, ik denk toch wel de, de Duga-radarcentrale. Want? Dat was een, een groot militair object, uh, puur. Qua afmetingen, denk ik. En ook de kosten die dat, uh, die dat ding met zich mee uh, heeft gebracht. Want dat ding dat heeft ongeveer twee keer zoveel gekost als de hele kerncentrale bij elkaar. Mm -hmm. Er zat duizend man uh, personeel in, las ik hier in dit, uh, in dit krantje in 1986. En dat was een antenne om uh, over de horizon heen te kijken. En om uh, raketten op afstand, die op afstand gelanceerd werden, om die te detecteren. Ja. Het was, een, het was een begeleide reis. Hè? Er was ja. een, 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 een excursieleider bij. Ja, vleidster. Uh, had je het ook alleen kunnen doen, dit? Mag dat überhaupt? Uh, nou, dat wordt moeilijk, want die tour operators die, uh, leveren alle namen aan van mensen die de exclusion zone ingingen. Ja? En die lijst die wordt gecontroleerd met alle paspoorten. En ik weet nog dat wij daar bij die grens aankwamen en dat er een uh, Duitser in zijn eentje aankwam. Die was daar met de taxi gebracht. En ja, die vroeg aan onze reisleidster uh, of hij er ook in mocht. En zei dat vertalen naar uh, die soldaten toe. Maar, uh, dat ging niet door. Dat ging niet door, nee. En nee. wij gingen mooi met de bus naar binnen en hij stond daar nog. Ja, hij stond er bijna te kijken. Nee. En de, taxi, ja, en de ja. taxichauffeur zei ja uh, dat hij er wel in mocht. Maar ja, hij kwam daar en het mocht niet. Nee, ja, die nee. taxichauffeur had mooi zijn, uh, zijn rit natuurlijk. Ja. En er wonen daar gewoon nog mensen omheen. Ja. En hoe ziet dat eruit? En heb je mensen gesproken ook? Ja, prov provisorisch. We ja? hebben uh, een oude vrouw nog gesproken die daar uh, nog steeds woont. Uh, nou, zij uh, was toen 46 toen het gebeurde. En uh, die is daar altijd blijven wonen. Maar die woont natuurlijk wel aan de goede kant, aan de, aan de zuidoostkant... Mm -hmm. Daar is niet zoveel neergekomen. Ja, dat is zij. Dus Oké, okay. ja, we zien daar ook op televisie. mensen. een Inmiddels... oudere vrouw, ja. klopt. En, en zij mankeert niks? Zij mankeert niks. En er woont... zijn meerdere mensen die daar wonen en ja. ook zijn blijven wonen die niks mankeren. Uh, ze woont daar heel uh, provisorisch. Uh, het is zo dat, uh, dat ze daar een, uh, een, een gebouwtje had, dat was gewoon een, een douche. Dat was gewoon een houten gebouwtje met een ton erbovenop. Oh, ja. En een wc, uh, nou dat was uh, Dito. Die man die ernaast zit, dat was uh, ook een gids die met ons meeging. En oh. hij is dus de politieagent die aanwezig was bij uh, de ontploffing van de centrale. Hmm. Oh. En hij, ja, hij heeft vier jaar lang last gehad van, uh, van die stralingsziekte. En is, uh, heeft daar uh, ja, allerlei onderzoeken voor gehad in het ziekenhuis. En heeft ook een tijd dubbel gezien. En uiteindelijk is het toch allemaal. Ja, maar dus aan het is het goed gekomen. Is het goed gekomen? ja. Hij ja, heeft nog steeds. Hij leeft nog steeds. Nog steeds. Ja, ja. Ja. 31 jaar later. Ja. Hoe word je zelf gecontroleerd? Dat valt steeds door je hoofd heen spoken. Van ja, we lopen ja. wel gewoon in stralingsgebied. Ja, uh, je hebt uh, als je bij het checkpunt uh, komt, uh, dan krijg je dan moet je door een dosimeter heen. Uh -huh. uh, daar heb ik ook een foto van bijgevoegd. Ik weet niet of je die kan vinden. Maar dan moet je met, uh, met je handen en je voeten zeg maar op een uh, soort detector staan. Je staat er zo omheen. En dan uh, geeft het apparaat aan van uh, het is goed of niet goed. En dan mag je door het poortje heen. Ja. Als het niet goed is, dan uh, moet je of je je schoenen wassen, of je handen wassen. Of Gewoon met water. Met water, ja. Huh? ja of, als het eraf is, hè? Ja. Als het eraf is, ja. En uh, kledings, uh, kledingstukken, die moet je misschien ook wel uittrekken als het uh, in je kleding zit. Mm -hmm. En pas dan mag je erdoor. Ja. 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 Waar, waar, waar sliep je? In een uh, klein hotelletje. Gewoon daar vlakbij? Eigenlijk. Daar vlakbij. Pripyat ja, in is, ja. is, is meestal de, de plek waar je heen gaat. Ja. Daar, als je ja. Hoe heet dat plaatsje? Pripyat. Ach, Pripyat. 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 Ja. Ja. En wat, wat is daar? Ja, ja dat is een, uh, een, een stadje geweest. Met uh, in 1986 woonde daar... Stond hier... 1986, 49.600 inwoners. Dat is behoorlijk. Nou ja, dat is behoorlijk. Ja? Het is in 1970 is het, uh, is het daar aangelegd. Uh, tegelijk met de, de bouw van de kerncentrales. Ja? De gemiddelde leeftijd was toen 26 van de, hm. van de mensen die daar kwamen wonen. Mm -hmm. Ja, Wat zie je daar allemaal? Uh, net als wat je normaal in een stad ziet. Je hebt, je hebt schooltjes, je hebt uh, evenementen, parken, je hebt daar. Uh, uh, ja, het is gewoon wat een ja, stad is. Ja. En ja. De, hoeveel mensen wonen er nu nog? Of nu in Pripyat niemand. Okay, niemand. De mensen waar ik het net ja. over had, dat is meer Tsjernobyl. Ja, ja, weer ja. naar de Zuidoostkant. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou. Bijzonder. Ja, mooi ja, dat, dat je het even wilde delen ook dit verhaal. Z ja. Zou je nog keer terug gaan? Of heb je al plan om terug te gaan? Ik wil nog wel ooit een keer terug. En dan wil ik wat meer van de centrale toch zelf zien. Dan wil je, misschien... je toch nog dichterbij komen. Daar wil ik toch nog dichterbij komen. Ik zou ook nog wel een keer uh, in uh, de kelder van het ziekenhuis willen kijken. Want mm -hmm. ik mocht daar niet komen, omdat het zeer verontreinigd is. En die tour operators die willen niet dat je daar uh, rondwandelt. Uh, hmm. Krijg je wel het idee van: er is hier nog veel meer wat men niet weet? Ja, er is nog veel meer te zien wat ik niet heb gezien. Want ja, nu moesten we natuurlijk. Nee, maar wat ook de rest van de wereld niet weet, de officiële instellingen. Ja. Krijg je dat uh. gevoel daar dat ze nog steeds iets verbergen? Iets nee, achterhouden? Nee, nee, nu niet meer. Nee. Maar wat voor het gewone het publiek, dat ze dat liever achterwege houden? Ja, misschien zullen er best nog wel documenten zijn waar dingen in staan ja, die wij niet weten. Mm -hmm. Ongetwijfeld. Maar er komt wel steeds meer uh, naar buiten natuurlijk. Ja. Ja. Nogmaals, uh, Dick ja. Heijboer, leuk dat je hier was uh, om ja. erover te vertellen. En uh, nou, als je weer bent geweest, uh, je weet ons te vinden. Hè? Nog een keer. Ja, <sweel> ja nog een keer. Dank okay. je wel, Dick Heijboer. Dit is Flevoland op 89,8.